dood, want het eerste kamp dat we hier hadden, dat heette het Lentekriebelkamp. Ja. 2010. Dus, oké, we hebben het omgebouwd en we hebben gezegd, lente, oké, prima, we doen het. Prik de lente aan je vork en voor mij pas prik het ergens anders aan. Maakt me helemaal niet uit. Hier kwamen vroeger mensen langs met paard en wagen, fijn 1800 zoveel bestaat het al. Het is nu in handen van Koos en Koos Verhalderen, dat is een bekende figuur. Dankjewel. I like the way you walk.
Thank you.